Makers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het liefst zou dichter en onze spraakmaker van vandaag, Thiot Brunja, zien dat er nooit meer een bloemlezing van de Nederlandse poëzie zou verschijnen met louter Nederlandstalige poëzie. Vandaar dat hij een boek samenstelde waaruit blijkt dat Nederlandse poëzie veel verder gaat dan alleen poëzie in het ABN, het algemeen beschaafd Nederlands. En dan klinkt het zo. Onze zwarte stielkabels hebben de bokken de nacht op een cn haven nu takelen. Ik zeg maar zo, wie was nog maar een briezer als mijn moeder zij zo zei... Azizi, doe gewoon jij. Doe je gekke shit genoeg. op het heu, ze speelden Laurel en Hardy. Let janne Man Jansen in eins zien piemel zijn. Ton praat, tuin praat, slijm en jij met je praat. Bengske, plengske, Volgens mij is dat onze taalteam-columnist Frank van Pamelen... die ik als laatste ah, had. Ja, had ik zijn toe. Maar ja. dan doet hij het wel in het ABN als hij hier bij ons in de studio ja, zit. Ja. De eerste bloemlezing van Nederlandse poëzie. Zo heet jouw boek, Chert. Eh, ja. We hoorden het net dus over dialect en streektaal. Maar je gaat ook de grens over. De grens over, ja, naar uh, Suriname. Veel bloemlezingen beginnen in 1945, als het zeg maar, historische bloemlezingen zijn. Mm -hmm. Dat heb ik ook gedaan, uh, zoals Gerrit Kommerheid ook deed. Uh, uh, tenminste, in die verschillende delen. En, uh, en dan kun je, als je van 1945 kijkt, dan horen Suriname... of je het wil of niet, horen nog bij Nederland, bij het Koninkrijk. Dus ik heb echt het Koninkrijk genomen. Ja, ja. En dat zijn mensen die... Ja, nu nog steeds hè, met erbij horen niet dat Suriname bij Nederland hoort, maar we hebben wel met elkaar te maken Er zijn veel Surinaamse mensen in Nederland. Uh, dus die horen erbij, die horen bij ons verhaal. En dat wilde je zo breed mogelijk ja, eigenlijk is wel, ja. neer gaan zetten. Jurgen ja. ja. Gario is ook hier. Jurgen, welkom nogmaals. Uh, jij bent spoken word artiest, word artiest, Antilliaanse wortels, uh, zo gezegd, toch? Ja, zeker en dichter. En dichter, zeker. Uh, maar even, dat, je, bent, je bent ermee opgenomen in de, de bundel met uh, Mita Perdona. Kun je een paar regels laten horen... dat voor de mensen die nog niet zo bekend zijn met spoken word... meteen voelen wat dat is? Mita perdonabo, pero historia. Pero no Als zoon van de Antille heb ik een boekenkast vol met Nederland... Maar ben ik zelf het verzwegen bloed in het zand vervreemd van mijn eigen eiland. Mijn ziel is de hoeksteen van de gouden eeuw. Mijn rug is de brug tussen Europa en Afrika. Stukje is het. Straks gaan we nog uh, een veel uitgebreider stuk van jou horen. Een gedicht dat je ook meertalig over geschreven hebt in de opdracht van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het geeft meteen je, denk ik, waar hoe die bloemlezing hoe die is, hoe breed die kan ja, zijn. Dit, uh, dit is deel van ons verhaal. En uh, net zo goed als bijvoorbeeld mensen die een streektaal schrijven, uh, wanneer ze wel over hun uh, boerenverleden uh, schrijven. Dat zijn verhalen die met elkaar volgens mij gehoord moeten worden. Mm -hmm. Er staan gedichten in over de aardbevingsschade geschreven door iemand met een verstandelijke beperking. Uh, gedicht van, van een jongen van negen. Dat zijn allemaal verhalen. Dat, dat is onze echte literatuur. Maar kijk je dan, want je hebt gewoon gekeken naar wat zijn belangrijke verhalen dan die ik wil horen? Ook. Formulering en verhalen. Het is nooit één ding. Het is niet van. Ik, het is niet de bloemlezing van de beste gedichten. Nee, en ook niet negen... de beste dichters per se. Nee, uh, nee misschien niet. Nee, nee, Ik zie mezelf ook niet als de beste dichter of de beste bloemlezer. Maar het zijn wel allemaal interessante verhalen die volgens mij een hele betekenisvolle uh, 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 compositie bij elkaar staan. En die iets, ons iets nieuws kunnen vertellen over wie wij zijn als inwoners van dat Koninkrijk. Mm -hmm. Hoeveel heb je gelezen? Ik heb ontzettend veel gelezen. Dus ik heb heel veel... Gisteren, ik geef Aan lessen... Duizenden. Ja, duizenden? Uh, ja, zeker wel, ja. ja, ja. ja heel veel rijmende gedichten. Dus op een gegeven moment zat ik met die rijm... zit je op een gegeven moment zo'n soort hobbelpaardje... En dan, ja, dan, dan, dan lees je op een gegeven moment niet meer, je zit maar door te hobbelen op dat rijm. Het ja. ja. ja, moet even anders weer. Dan je ja, dan pak weer een ander boek. Ja, in de KB had ik in, in Den Haag zat ik in zo'n klein kamertje, en dan bracht uh, Anno Kuipers die bracht steeds een, een rijtje nieuwe boeken, en dan uh, ja, soms was heel veel uh, kunstenvliegwerk en, en heel veel uh, amateurisme ook, maar ook daarin vind je ontzettend veel parels dat zie je ook bij de grote gedichtenwedstrijd waar mensen insturen die nog helemaal geen boek hebben gepubliceerd... maar dan wel die 10.000 euro winnen. Ja, ja, ja. En, ja. en alles wat je leest komt ook binnen? Of zijn er ook dingen dat je denkt... ik, ik begrijp er eigenlijk niks van. Ik begrijp niet ah, wat het idee nou, is. Of... Waar is kijk, het zijn wel, uh, komt het binnen? Ja, het komt wel binnen. En soms dan, als het te eenvoudig is of te simpel of te plat of zo... Dan, ja, dan, of er moet een goede grap in zitten, dat kan, dan komt het ook binnen. Uh, en, en dat hoort ook bij de literatuur. Uh, en, en sommige talen waren moeilijker. Uh, niet overal staat er vertaling bij. Zoals ik het Limburgs uh, of Kerkraads moet lezen, ja, dan heb ik wel echt een vertaling nodig. Ja, ja. ja. dan kun je gewoon om hulp vragen, neem ik aan. Precies, daar was, daar, daar was hulp voor. Jurgen, ja, ja. ja. hoe belangrijk vind jij dat dit nu gebeurt? Dat het veel breder wordt getrokken? Ik vind het belangrijk omdat Papiamento altijd een koninkrijkstaal is geweest. Vanaf, uh, vanaf de eerste bezetting waren mensen op zoek naar een manier om zichzelf te uiten tegenover hun onderdrukker. Dus het feit dat papierment kan bestaan in zo'n bundel betekent dat er strijd wordt gevoerd en dat het wordt gehoord. Mm -hmm. en, en zijn er ook veel dichters of collega's van jou, anders spoken wordartiesten, word die, die zouden in deze kanon, om het zeggen, uh, moeten staan, horen te staan? Um... Zeker. Ik denk dat er veel meer kleur is in onze Koninkrijk dan er wordt toegegeven door de media of door uitgeverijen. En uh, hoe meer erkenning, hoe beter. Want anders blijven we alleen maar in een staat van reproductie van wat we al weten. Dat Deze... is wel aan het veranderen ook. hè? G gelukkig. Gelukkig. Ja. Daarom dat zit het lang hier. geduurd. Ja. Ja. En dat is ook wat jij met die bundel wil Absoluut, bereiken? Absoluut, ja. niet. Of het gesprek wil, uh, ja. wil openbreken ja, dit is daarover. Het gesprek over de definitie ja. van... wat vinden wij in Nederlandse literatuur? Ja. Wie mag er wel meedoen en wie mag er niet meedoen? Uh, ja, wat is ons verhaal? Een Vlaamstalig uh, gedicht? Ja, Vlaamstalig. Uh, ja, ik, Zit dat ik, moest, dan? De, nou, Ik moest de grens trekken. En en hier ik kijk even met Vlaming, enig ontslag die naar de man naast jou. Ja, die heel ja. veel ervaring heeft met de poëzie. Um, en mij ooit nog voorgelezen heeft voordat ik ging slapen. Ja, dit dat moet je wel even verhaal. uitleggen, want uh, meneer Reinier, uw vrouw is ook dichter. Hè? Ja, klopt. Ja, Lies van Gassen. Precies. Uh, ook een van de, de vijf Antwerpse stadsdichters. die uh, gisteren of ontslag hebben genomen. Dat was een relletje bij ons over het ja. stadsdichterschap. dat ja. jullie zeker hebben gevolgd. Uh, ja, ik voelde mij toch enig, enigszins gediscrimineerd. Uh, door deze publicatie. Dat is niet de bedoeling. Uh, nee, uiteraard niet. Maar, maar er wel grote discussies ja. rond geweest zijn. In uh, nee, maar die komen nog, denk ik. Ja. Ik weet dat Geert Bullens. De hoogleraar die heeft me al een keer een mailtje gestuurd. De keuze was: ik was. Uh, dit project is een project van de dichter des Vaderlands. Dat was mm -hmm. ik in 2019 en 2020. En dat was ik van Nederland en niet van België. En daardoor dacht ik: van... wat nou als ik dat koninkrijk neem? Dan neem ik ook een politieke eenheid. En daar ging het mij deels ook om. Dus ik, ik zeg ook in nawoord: dit is een begin van een gesprek, mm -hmm. een echte bloemlezing. Zou veel groter nog zijn. Zou België meenemen. Zou misschien ook zelfs het plat Duits meenemen. De, de talen die aan onze grenzen uh, aan de oostkant worden gesproken ook. Ja, um, ja en dan zou je, als je dan naar België kijkt, ook uh, Franstalige poëzie. Bijvoorbeeld van uh, Karl Norak of zo, moeten opnemen. Dat, dus ik ben er helemaal ja. voor. En dan gaan die grenzen inderdaad... Ja. Uh, dan maar dan ik moest het doen. project, al die duizenden gedichten, zouden dan tienduizenden... Ja, mm. als iemand mij heel veel geld wil geven om... Uh, Paar jaar dan wil je dat graag doen, dan doe ik dat met heel ja. plezier. Ah, dan ja. wordt het gewoon bloemlezing der poëzie. Ja, dan. en dan zou ik het niet alleen moeten doen. Ik heb het nu alleen gedaan. Dus, ja. dus dan, dan moet je dat met veel meer mensen, mm -hmm. veel meer stemmen, veel meer kleuren, met veel aan, mensen met andere achtergronden moet je meenemen. Want ik ben, ja. We hebben jou, het gevraagd om, om twee gedichten in ieder geval uit te kiezen. die in deze bloemlezing zijn opgenomen en die we in de klassieke Nederlandse poëzie-bloemlezingen, laat ik het zo zeggen, niet gezien zouden hebben. Jij kwam met Sebastiaan Roes en het gedicht Oldern. Hebben ja. we daar een fragmentje van? Ja. Ik dreem me en wil naar Boeten. De straten op het park in. Lopen wordt gewoon, gewoon wordt gengel, gengel, stramp, Ligt Licht er toe, Tjeert. Nou, in, in elke uh, uh, taal heb je weer andere manieren om dingen te zeggen. En dat is een grote rijkdom. Dus in het papiamento, uh, wat Jurgen aanhaalt kun je natuurlijk, uh, um, hoe zeg je dat, protesteren. Maar je kunt er waarschijnlijk ook op een andere manier over de liefde spreken. En, en het is een andere beeldspraak. Mm -hmm. en, dat zit, en hier kun je ook andere dingen zeggen. En zo zijn er ook hele mooie woorden. Bijvoorbeeld het stramphampen dat we horen, dat is struikelen, struikelend ja, voorbewegen. Ja. Dus je, bewe, je struikelt je door het leven. Dus als je in de toekomst als jullie denken van, oh ik ben een beetje me struikelend aan het voorbewegen, dan kun je denken, ik ben aan het stramphampen. Ja. Er is gewoon een woord voor. Dat is prachtig. Maar het, het stukje wat ik het, waarom ik de gedicht zo mooi vind, en was bijna voor mij de titel geworden voor de bloemlezing, maar misschien moet het op mijn grafsteen, dat is de uitdrukking, de meeste eerpels heb ik nou wel gehad. De meeste aardappelen heb ik nu wel gehad. Ja. Dat vind ik. Zo, dat is toch prachtig. Er zit een soort droefheid in, ja. maar ook iets heel komisch. Ja, de meeste Arabelen heb ik wel gehad. Daar was dan. Dus die, die, dat, dat onderkoelde wat ook in die poëzie kan zitten, dat vind ik heel mooi. En dan is het eigenlijk in dat dialect is het mooier, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ja. Ander voorbeeldje: Lamia Makadan is van oorsprong een Tunesische dichter. Met het gedicht Wat er gebeurde. Het is dus een Arabisch gedicht. En ook daar hebben we een korte fragmenten van. een paar woorden ja, chat betekent dat je ook bent gaan verdiepen dus in uh, Arabische poëzie? Ja, dat deed ik ook al. Ik had wel wat gelezen en ik heb ooit een uh, dichter vertaald. Of samen vertaald, want ik spreek geen Arabisch. Moafak al sawad die ook in een bloemlezing staat. Uh, dus ik was wel een beetje bekend met de manier van. Er zit, hele, er zit een andere vorm van verbeelding in, omdat het in een andere traditie staat. En dat is toch geweldig. Uh, in dit geval heeft Abdelkader Benali uh, dit gedicht vertaald. Ja. En zo worden, wordt die poëzie meegenomen in de Nederlandse poëzie, en uh, daar kunnen wij van leren. En wordt onze, van alle dichters, wordt het, die gereedschapskist wordt, wordt groter. Ja, want Lamia komt uit Tunesië, ja. woont al jaren in Nederland. Ja. Is dat dan, dus dat nieuwkomer aspect om het zo te zeggen, is dat dan iets wat je op die manier ja. ook wil benaderen? En... Ja, dat wil ik zeker benaderen. Er was uh, in rond 2000 was er uh, beleid van de Letterfondsen, was zo dat die mensen werden gesteund en er werd dus mogelijk gemaakt. En, en dan moesten ze op een gegeven moment Nederlands leren. En dat vind ik echt ontzettend de flauwekul. Tuurlijk, fijn dat ze Nederlands leren in de omgang. Maar als schrijver, je, je gereedschap. Blijf lekker in het Arabisch schrijven. We kunnen het vertalen, daar hebben we mensen voor. Het is ook nog eens een prachtige klank. En we, we hebben allemaal Arabische mensen in, in ons land. Dus daar komt het voor. Want toen kwam 9-11. En toen niet dat het beleid drastisch veranderde. Maar mm. wel de sfeer veranderde daarom. Ja. Ja. Maar je, je sluit natuurlijk wel een, een groep uit op het moment dat je dan alleen in het Arabisch blijft schrijven. Als ja, je, maar dan je zorg je op... ervoor dat dus dan geef je een beetje subsidie voor een vertaler. En dan sluit je niet iemand uit, je omarmt de vertaler. En ja. die, geef je, die geef je werk. Ja, nee, precies. Maar je, dat, dat bedoel je. Ja. Je kunt het zelf in je eigen taal blijven doen... maar zorg wel dat het dan ook in het ja. Nederlands vertaald wordt. Want het doel moet zijn iedereen dat je, de kennis mee ja, kan maken. Want, want het precies. doel moet zijn dat die dichter zo, uh, zo goed mogelijk dichter wordt. En zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Ja. En niet dat hij door de knietjes gaat en in dat Nederlands uh, gaat schrijven. Nee, bovendien denk ik dat het toch in je eigen ja. taal of dialect... Of dat is toch het prettigste, Jurgen, om daarin jezelf te kunnen verwoorden? Oh, ja, zeker. Zeker, en ook dat je dat op verschillende plekken kan doen. Voor mij zou dat echte vrijheid betekenen: hmm. vrijheid van expressie, dat waar je lichaam beweegt ook je taal mag zijn. Mm -hmm. Prachtig. Hmm. Dat is al poëzie. Ja, dat vind Totzichtig. ik heel mooi. Ja, want het zit in je lichaam, het komt uit je lichaam, het komt niet uit je hoofd. Ja. Meneer Lezer, heeft u iets met de poëzie? En als u het zo hoort, zegt u hoe breder, hoe rijker, hoe. Mooier? Hoe breder, hoe rijker is natuurlijk ja. altijd uh, heel goed. Maar ik ben meer een krantenlezer dan ja? boekenlezer. En, en, en ik vind vier kranten op een dag al een behoorlijk uh, zware opgave. Ja, ja, ja. Telegraaf, Parool, Financieel Dagblad. Oh, en echt? dan doe ik ook nog L'Equipe, de Franse sportkrant, uh, oh, erbij. Exact. Dus dan kom ik minder aan boeken toe. Maar ja. zeker in de afgelopen periode las je natuurlijk wel weer wat meer. Omdat je meer vrije tijd ja, had. Ja, ja, dat is ook weer waar. Nou, dan is dit weer een uh, soort nieuwe wereld die even geopend ah, wordt. En u kunt het het luisteren. He? He? U heeft net... Gehoord. Ik heb allemaal gedichten, hebben opnames, staan op Soundcloud. Ja, we gaan ook nu luisteren naar Jurgen. Met zijn eigen gedicht. Eras di Milinga, zeg ik het zo goed? Erais di Milinga. kijk eens aan. Ga je gewoon. Mia salicas, subiboto, cumira kumitera cumitera di Milinga. Mia alcanza pa mi no lubida e poc, lila. Bolucha alustra un mensaje de mi soño. Hoe ik het versta, beschaving wordt niet bepaald door hoe de taal oogt in de mond van de wereld. Het wordt bepaald door hoe de taal omgaat met liefde in het lichaam van de tong waarop het rust. Ik zie huiswaarts keren als ruis opheffen, op weg van het hoofd naar het hart, naar hier en nu. Era is di milinga tingi brio un barbulete. Kwammaria ribe e fruta diunka dushi, dinges solo kutakima traimerdia. Ik ervaar Nederlands en haar taal als een schuurspons. Kapitaal aangekoekt en zoet, ik schrop voorbij de basis van de bron. Ik ben op zoek naar gesprekken tussen aardperen en suikerriet, tussen kokos en okkernoten. Er zit water in hoe wij communiceren. Ik haal mineralen uit mijn talen. Zij worden kalk op school in krijt. Mooi oh, hoor. Er, er zit een heel duidelijk ritme zit onder, hè? of een mooi ritme. Zeker als het mens is. Maar ik zit te denken: kan dat ook zijn. Kijk even naar de ja. dichters onder ons. Omdat ja. je niet direct uh, verstaat wat er wordt gezegd. Dat je meer. Je gaat op zoek naar iets anders. Ja, ja je, gaat, je, je voelt een noodzaak. Je voelt dat het gedreven wordt door een, uh, door een wens. Van verbinding toch? Zeker. Ook de wens om gehoord te worden voor wat het is. en niet per se vergeleken te worden met iets anders. Mm -hmm. ja. ja. Is er. Meneer uh, uh, heeft u nog een, een suggestie. om iemand aan te dragen die ook in de bloemlezing zou mogen komen? Ik heb een aantal namen overwogen. Niet uw eigen vrouw gelijk noemen. Uh, wel, ja, inderdaad. Ik heb een aantal namen overwogen, waaronder die van Cheet. Maar ik dacht, ja, die is al bekend genoeg in Nederland. En dan dacht ik, als uh, een de daad van verzet, moet ik uh, Vlaamse uh, auteurs noemen. Ik vind het een mooi initiatief. Hè? Um, en, en het is ook zo dat in onze taal. Uh, in, wat dezelfde taal is, yeah, by the way. Sorry. Want die, die taalgrens, ik, uh, die is er niet, denk nee. ik. Uh, er is ook bij ons poëzie die, die mooier klinkt als die in het uh, dialect wordt gelezen. Zoals Guido ja. Gezelle, dat ja. is echt West-Vlaamse poëzie. Ja. Dat klinkt ook best. Ja. En zo zijn er nog wel voorbeelden, denk ik. En ik begrijp dat je daar iets moet begrenzen. Maar als uh, daad van verzet ga ik toch een Vlaamse uh, dichter noemen. Okay. Um, die ik ook uh, persoonlijk wel ken. Peter Teunink vind ik uh, heel goed. Lees ik graag. Woont ook in Antwerpen. Uh, is toegankelijk voor mij, herkenbaar ook. En, uh, ja, dat dus, uh, mag hier in Nederland wel... Uh, en heb jij zo misschien een regel, dat is een grote vraag... maar een regel in het dialect in je hoofd? Van positief van fotogido, gezellig of zo, hoe dat klinkt? Nee, dat is moeilijk voor mij. Ja, Mijn broer zou, zou gezellig heel mooi kunnen citeren. Hij uh, is een Germanist. Uh, ja. Ik ben, ben niet zo daarin. Uh, en natuurlijk ook van een Vos Renaarde. Ja. Uh, wat... Uh, ook in het West-Vlaams nog heel mooi. Ja. Dat is middel-Nederlands. Klinkt ook ja. als West-Vlaams. De, de, ja. de Vellen met een rode baarden. Ja, um, dat is genoeg. Ja, dat vind ja. ik wel. Ja, gelijk een <laughs> grote glimlach bij het ja. championjaar verschijnen. Ja. Ja. Missie geslaagd. Alsjeblieft. <laughs>